De komende periode wordt bijzonder spannend voor wijnboeren in de Achterhoek. Alle voorwaarden voor een uitstekend wijnjaar zijn door de droogte en de vele zonuren aanwezig. Maar de laatste periode is minstens zo belangrijk. Tot nu toe was alles wat je maar kunt wensen aan een druif, zeg maar, wat een druif nodig heeft tijdens het groeiproces, is perfect. Echt, dus nu ook vandaag een beetje water, een beetje regen, helemaal geen probleem. Maar ja, we moeten nog denk ik zeker 8 weken, misschien nog wel 12 weken. Er kan nog zoveel gebeuren. Dus of het echt een topjaar wordt, 1 november terugkomen, dan kan ik het vertellen. Ik zou het echt niet weten. Want waar is dat van afhankelijk? Met name hoeveel water dat er gaat vallen. Toch wel wat voor temperatuur dat we hebben. Het mooiste zou zijn dat we af en toe gewoon echt goede buien hebben. Kort, niet te lang. Ja, dat er weer wat water in de grond komt. Dan heeft die plant wel behoefte aan na deze droogte. En dat we dan zeggen van joh, de nazomer heel mooi lang. Dat is echt zo'n soort Indian summer krijgen. Zo'n hele lange slepende. Dat alles echt goed nog afrijpt. De zuren mooi worden, de zoeten mooi worden. Ja joh, dan loop ik met een grijns om mijn snuit. En dan wordt het echt een fantastisch jaar. Hoe spannend wordt de komende tijd voor jou als wijnboer? Ja, heel spannend. Ja, ik bedoel, dat kan ik niet anders zeggen. Kijk, zoals vandaag is het een beetje, je ziet het, het is een beetje bewolkt. Morgen en overmorgen en de dag daarna krijgen we wat water. Nou, wat ik straks zei, erg hard nodig. En dan krijgen we weer een heel aantal dagen dat het weer mooi zonnig is. Ja, daar word ik vrolijk van. Daar word ik echt heel vrolijk van. Maar het allerbelangrijkste is dat wij zo, zeg maar, eind augustus, begin september, jongens, alsjeblieft, met z'n allen nog lekker in de tuin barbecue, want daar word ik ook heel gelukkig van. Want dan blijft die zomer lekker doorgaan. Dat wordt heel spannend. Maar we hebben er niks meer in te beïnvloeden. Het is voor ons dan op dat moment alleen maar de druiven meten. Dus kijken hoeveel zoet zit erin, hoeveel zuur zit erin. En dan het moment bepalen dat we zeggen, we gaan oogsten. En ja, dat wordt spannend. Dat is altijd spannend.